Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we maandag 30 april en vandaag begin ik aan de voorbereidingen van blog. Ik heb al eerst gebrainstormd, maar vandaag ben ik echt aan de voorbereidingen. Zoals in de vorige editie gaan jullie het ook pas zien na het online staan van het... Nadat het magazine online staat. Ik ben nu al op Pinterest aan het zoeken achter... voedsel DIY ID's en ik sla dat op in een geheim bord. Hallo, we zijn vandaag 3 mei. Daarnet heeft iemand toegezegd voor een interview en bloggen. En gisteren heeft er een bureau toegezegd op een samenwerking, dus ik ben super blij. Klopt wat. Nu moet ik nog het interview voorbereiden, maar dat wordt geen probleem. Hey, ik denk dat het een van de eerste pakjes is die effectief is geadresseerd op naam van blogger. We zijn vandaag trouwens 4 mei en dit is een pakje van Yapado voor een samenwerking waar ik, waarop ze enkele dagen geleden hebben toegezegd. Dus ik kan niet wachten om alle producten te gaan uitpakken en ermee aan de slag te kunnen gaan. Nu dit open krijgen. Ze denken dat mensen goed worden, beter worden in het openmaken van pakjes. Maar ik word er precies met de dag slechter in. Ah, oké, okay. Ik ga dit open. Die zijkant is nu nog toegepakt. Al meteen super veel Izumo. Een kaartje, super lief. Mijn Netflix serie van huis om te spelen. Kan je dat niet afsluiten? Ja. Op het kaartje staat veel plezier ermee. En er zit een droge olie in, die beschermt en bruint. Maar sowieso zullen jullie hier alles over kunnen lezen. In blogger. Juni 2018. Deze zonnemelk, die ook beschermt en bruint. Deze verlengende melk. After Sun. Zo een boost geven aan de bruine tint. Een olie met glitter die bruint. Een voedende olie achter. After Sun voor lichaam en haar. Ideaal voor mijn haar, want mijn haar wordt echt super droog in de zomer. Zit er nog iets in? Nope, denk het niet. Goeie wel. Deze beschermende melk voor gezicht en lichaam, 50 SPF. Ideaal. Het vlagje is trouwens echt op het perfecte moment toegekomen. Want dit weekend geeft ze super warm weer uit. En vandaag was het ook al super warm weer. Dus ik ga ze zeker testen. Dankjewel voor deze samenwerking, Yapado en Corinne de Farmer. Ik heb ook al eens make-up remover producten van hen getest en die waren echt super goed. Vandaag zijn we 7 mei en vandaag ben ik deze productjes op de foto aan het zetten zodat ik ze straks kan uittesten. Super leuk in het zonnetje, in buiten zitten, foto's nemen. En een podcast luisteren. Het is iets na de middag. En ik ga me omkleden zodat ik kan bruinen.
Ik ga ook in de zon liggen en me natuurlijk insmeren. Al deze producten van Corinne de Farme testen. Allee, toch. Ik ga eentje testen, wat ik ga in de zon gaan leggen. En hopelijk word ik een beetje bruin. Hallo, we zijn vandaag 22 mei en ik heb daarnet mijn media kit gemaakt. En nu ga ik even op Instagram reacties achterlaten met bloggers die ik leuk vind. Net superveel mensen gemeld, bloggers, om eventueel artikels te schrijven voor tijdschrift. Ik kan dit niet alleen. Ik heb een boodschappenlijst opgesteld, want ik ga mijn picknick organiseren dit weekend. Allee, ik ga de foto's maken en de receptjes en zo. Ik had het al eens gedaan, maar ik heb toen eigenlijk alles vergeten te fotograferen en het was geen echte picknick, dus ik hoop dat ik hoop om dit weekend dit te kunnen doen. Dus ik heb alles terug besteld en nu ga ik wel foto's trekken. Ik heb vanmiddag deze heerlijke salade gemaakt en straks ga ik die fotograferen, maar eerst tijd voor iets anders. Net de limonade gemaakt. Ondertussen zijn mijn frambozen een klein beetje ontdooid en kan ik die bijna beginnen bewerken. De thee is zo lekker. Moet ik dit zelf bakken? Ik ben hier trouwens in de hangmat bezig met het schrijven van een super goede tekst voor bloggen. Een belangrijke tekst ook, want het is de intro tekst die ik aan het schrijven ben. En die poes leidt mij af. Hallo, we zijn 28 mei. Gisteren heb ik foto's gemaakt voor de picknick. En eergisteren ook. Vandaag heb ik een intro al geschreven, of een deel van de intro. En ik heb superveel mensen gecontacteerd om te schrijven over hun reis. Want dat moet echt wel het voorname thema zijn van blogger reizen. Echt weer veel te lang Sims gespeeld. Maar nu ga ik afsluiten. Hallo, vandaag zijn we 29 mei en ik ga mijn make-up doen. Mijn summer make-up look. En ondertussen ga ik kijken naar een documentaire. Leuk strikje. Komt van Primark. Mijn haar is gewoon eventjes in een stomme staart. Zo, vandaag zijn we 12. Nee, vandaag zijn we 30 mei. Vandaag ga ik wat foto's bewerken die ik in eerdere dagen geshoot heb. Hoeveel spoedjes heb ik hier? Ik heb net een paar doodles gemaakt. Allee, afgewerkt. Ik was er gisteren al aan begonnen. En nu ga ik ze proberen in te scannen en dan digitaal te maken, zodat ik ze kan gebruiken in het tijdschrift. Maar ben ik nog iets vergeten? Geen idee. Ik heb nog een camera erbij getekend. Hopelijk gaf dat de finishing touch. Dan ga ik ze inscannen. Het werken aan blogger. Ondertussen staat er een playlist op Spotify. En het is... geen idee eigenlijk welke playlist. Nee. Welke playlist dat geplicht. Zo handig, zo zonder reclame. Hashtag noodspan. Dus vandaag 5 juni, exact over 1 week, komt blogger 2018 uit. Momenteel ben ik terug bezig met het uitzoeken van superleuke badpakken voor in het tijdschrift. En dat lukt wel goed, zeker met Marathon Radio op de achtergrond. Dit vind ik tussen mijn klasblaadjes. Dit is die van maart, denk ik. Net het bericht geschreven en ik vind dat echt super leuk om te schrijven, omdat je dan alle beauty websites mag afgaan om leuke dingetjes te zoeken. Dat is trouwens nog een oude pagina. Kijk, dit is als ik het erop spuit en nu ga ik het verdelen echt en het zal er echt super mooi uit zien, die zal zien. Echt super mooi. Ik weet niet of dat het heel goed op camera valt, maar het is echt heel erg mooi. Dit is de olie met glitter spray van Corinne de Farme. Staat ook in het tijdschrift. Hier ben ik het laatste uur, denk ik, mee bezig geweest. Ik ben er super trots op. Ook even het verschil tussen de twee armen. In het echt valt het super hard op. Geen idee of dat het op foto ook zo opvalt. Deze armen zijn trouwens even gelijk geprint. Dit is de Corinne de Farme arm. Normaal zie je dat. Hopelijk.
Daar straks zag ik nog het onschild. Druk bezig aan blogger. We zijn nu vrijdag 8 juni en het is nu 14:43. Het is 3 uur tijd om nog wat foto's te trekken, waaronder enkele met mijn drone. Dat was de eerste. Nummer 3. Nummer 4. Dit wordt nummer 5. Dit zijn alle mensen die ik ooit in Follow Me heb gezet. Zelf degene die ik er deze editie heb gezet. Sommigen vragen misschien af hoe vind ik ze. Heel simpel, ik ga naar mijn account, Blogger Magazine. Dan scroll ik gewoon door Instagram op zoek naar leuke foto's. Het zijn allemaal bloggers die ik volg. Ik volg waarschijnlijk niet alle bloggers in België of Nederland, maar ik doe mijn best. En nu gaan we terug aan het werk, want ik heb de eerste versie geprint, dus daar kan ik beginnen fouten uithalen. Nu kan ik hem ook op juiste volgorde leggen, want nu was het gewoon random pagina na pagina en nu komt er een volgorde in. En dan maak ik ook de inhoudstafel ondertussen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag en nu is het tijd om alle foutjes die ik gisteren uit blogger gehaald om die er nu uit te halen en in te zijn. Ik denk niet dat jullie kunnen geloven hoe blij ik ben. We zijn nu zondag 10 juni, het is 20:20. En daar straks heb ik mijn magazine afgewerkt. Allee, toch bijna. Het moeten nog 3 foto's in, dus morgen moet ik die foto's maken. En dan gewoon bewerken en ze erin zetten. En dan is Blogger juni 2018 officieel klaar. Vandaag heb ik nog een illustratie binnengekregen. En een interview. De interview gaf me wel een klein beetje stress om erin te zetten. Maar dat is goed gelukt. Ik wist ook dat vandaag waarschijnlijk nog ging komen. Het heeft me wel een klein beetje stress bezorgd. Ik ben zo blij. Echt. Wow. Nu hoop dat ik morgen geen technische problemen heb. En anders komt alles gewoon goed. Morgen moet ik dus nog foto's maken en bewerken. En moet ik ze inputten in het magazine. Moet ik alles nog een keer extra saven. Moet ik het publiceren of klaarzetten. En dan is het gewoon ready to go. Ik ben zo blij. We hebben wel nog een klein probleempje gehad met de plantenslinger, maar dat kan ik morgen fixen. De zaadjes en mijn metalen blikjes zijn niet op tijd uitgekomen. Dat was deels te verwachten, want ik heb ze nog niet zo lang geleden gemaakt, vorige week. Iets vroeger dan vorige week. Dus ze hadden eigenlijk maar een goede week om te kiemen. En ik wist dat dat heel krap ging zijn. Maar gelukkig heb ik nog kruiden. En dan gaan we de kruiden daar gewoon in laten staan. En mijn peterselie is klaar. Mijn basilicum is aan het groeien, dus die ga ik verpotten. Ik weet dat het een heel klein beetje vals spelen. Maar ja. Dat had ik misschien iets beter moeten plannen. Ik heb dus verschillende DIY's geprobeerd en ik vond die echt wel leuk. Dus ik wou die houden. Zoals je ziet zijn de boontjes niet opgekomen, dus ik ga deze plantjes verpotten. Een preekboos vind ik echt wel eens heel erg leuk. Nu net mijn InDesign document afgewerkt,
Nu ben ik bezig met een paar andere kleine klusjes. Terwijl ik Marathon je radio nog altijd luister. Ik kan trouwens werken met een design, maar voor kleine dingetjes is het echt wel gemakkelijk. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we 12 juni en gaat mijn tijdschrift live voor jullie. Ik wil jullie even allemaal vertellen dat ik super dankbaar ben nu al op alle reacties op blogger juni 2018. En dan hebben de meeste mensen mij eigenlijk nog niet eens volledig gelezen. En ik kan echt niet wachten om de volgende reacties te horen. Maar nu ga ik slapen, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe vlog. Doedels!